Kajsnoe is 1-3 verloren van PSV vrouwen. Je maakt nog wel een goal, maar dat maakt uiteindelijk een deel van eruit, hè? Nee, de teleurstelling overheerst en of ik dan score of niet. Ik ga liever met de 3 punten van het veld af. En is het ook nog eens koud? Het is gewoon een hele vervelende avond eigenlijk. Ja, het is zeker een vervelende avond. Ik denk dat we hem ook niet zo hadden verwacht. En dat maakt het extra zuur. Voordat je er erg in had, kon je alweer opnieuw aftrappen. Ja, het stond niet helemaal goed. We speelden natuurlijk enigszins ook anders dan afgelopen weken. En volgens mij was het de 3e minuut. Zoiets heb ik voorbij zien komen. Ja, dat is meteen een tegenslag. Dus dat is niet lekker om zo de wedstrijd te beginnen. Maar jullie hebben wel eens laten zien dat als je op achterstand komt, dat het toch nog spannend kan worden. Ja, maar ik denk de 2-0 viel al vrij snel erachter. En dan gaat toch denk ik toch het weer in ons hoofd spelen dat je er toch als het ware weer 2 moet scoren om gelijk te komen. Zodat het toch weer een drempel voor ons is. En daar hebben we ons niet overheen kunnen zetten. Pas in de 65e minuut, ongeveer 70e minuut, zeiden wij tegen elkaar boven. Hè? De eerste kans van Telstar. Dat duurde. Ja, we hebben zeker de eerste helft weinig kunnen inbrengen. We speelden heel terughoudend, vond ik. Heel erg naar achter lopen. En voor mij als aanvaller is dat natuurlijk frustrerend. Omdat je weinig doet wat je het liefste doet. En ik denk misschien een paar halve kansjes, halve voorzetten, maar niet echt gevaarlijk. Dan wordt het nog 0-3, dan is het eigenlijk klaar. Maar met 0-2 kan het altijd nog, toch? Of dacht je van vandaag gaat het gewoon echt niet lukken? Nee, bij de 0-2 blijf je altijd gewoon hoop houden en een stapje extra werken. Maar bij de 3-0, zeker als hij wat later valt, denk ik dat bij de meesten het wel besef komt dat het nu echt lastig wordt. Je zegt de andere tactiek, 5 verdedigers ook volgens mij. Hadden jullie dat dan niet moeten doen? Gewoon je eigen tactiek, waarom was dat eigenlijk? Bij PSV hadden wij heel veel moeite met het opvangen van hun buitenspelers die uitzakken. Dus daarop hebben we geprobeerd, het was 5 verdedigers. Je kan het ook zien als 3 verdedigers en 4 op het middenveld en dan weer 3 voorin. Maar dat is een beetje zoeken. En vandaag lukte het niet. En dat is jammer. Je prikt er toch nog 1 in? Ja, voor mij nu niet belangrijk. Ik had hier liever met de 3 punten en de 4e plek gestaan. Ja, want dat ook nog eens een keer. Jullie hadden hele goede zaken kunnen doen. Nu moet je in de achtervolging. Je moest al in de achtervolging, maar nu nog meer. Ja, precies. We hadden hier een stap kunnen maken als team. De lijn door kunnen zetten na de interlandperiode. Maar dat zat er niet in. Volgende keer beter dan, hè? Ja, zeker. Volgende week moeten we er gewoon weer staan en de punten pakken.